Hey, je bent prachtig. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag donderdag. Vandaag ben ik terug om 6:30 opgestaan om een echte miracle morning te beleven. Tijd om naar het zwembad te vertrekken. Hey, terug thuis van het zwemmen. Mijn haar is niet op zijn best, maar het is oké. Heb je gemerkt dat ik mijn trui omgekeerd aan heb? Toppie. Ik heb dit trouwens even op mijn hoofd gedaan omdat heel mijn trui nat is van mijn haar. Op dit moment. Daarom doe ik ook maar in. Een heel klein deeltje van mijn topje en niet het volledige topje zoals. Hey, het is nu 10:45 ongeveer en ik ga foto's maken van mijn appeltaartjes. Maar eerst moet ik blijven eerst nog iets anders doen. Eerst moet ik nog mijn vlogbeelden overzetten naar mijn haartjeschijf. Hallo, het is nu 11:50 en ik heb even de tijd genomen om mijn keuken opnieuw op te ruimen. Of verder op te ruimen na het kookfeest van gisteren. Ik heb mijn taart ook meteen in twee doosjes gedaan. Dit is de gezonde en dat is de iets minder gezonde. Net de laatste aflevering van het eerste seizoen van het Château Meiland gekeken. Ik moet nog de laatste 5 minuten kijken, maar nu moet ik... weg gaan werken. Na het werk ben ik vlug naar mijn ouders gereden omdat er daar nog dringend iets moest gedaan worden. En nu heb ik mijn restjes opgeruimd van gisteren. Dit is gisteren was in de oven staan, het is dezelfde mengeling en nu heb ik het gewoon in de pan opgeruimd met nog een klein beetje kaas erbij. Het château zit de rest van het jaar volgeroet. Net mijn 3 leukste dingen van de dag opgeschreven. 3 momentjes waar ik blij van word. Ik doe dat nu al sinds 21 oktober. Dus. Ik heb dat al wel daarvoor gedaan, maar ik hield het toen niet vol. Dus hopelijk hou ik het nu wel vol. Let niet op mijn rommelig kastje trouwens. Het komt in orde. Ik ga jullie trouwens nog een vies verhaaltje vertellen. Vandaag hief ik namelijk mijn pompoen op. Om die weg te gooien. En die brak in 2, in meer dan 2 stukjes. En al dat water die daarin was gaan verzamelen. Omdat die aan het rotten was, die viel gewoon op de grond. En al over mijn handen. Jakkes. En je was echt zo. Maar ook helemaal beschimmeld aan de binnenkant. Eeuw. Ik vind het wel jammer, want ik vond hem mooi. Misschien moet ik volgend jaar tips uitzoeken om hem langer te kunnen houden. Ja, nu eenmaal een echte pompoen en die rot. Zelf voor dat Halloween is. En vandaag beginnen we aan een nieuw boek, alles behalve oké, van Laura Steven. Ik ga trouwens nog een dag een nieuwe vlogcamera nodig hebben, want dat klapje gaat niet altijd even open. En toe. Zo dat klapje die de lens beschermt. En ik denk niet dat mijn camera nog in garantie is. Misschien moet ik even kijken. Maar ik wil hem niet zo lang kwijtzien als mijn stofzuiger. Die trouwens zoek is geraakt. Handig.
Gelukkig heb ik het kastiket gevonden die Memphis aan het wezen was. Anders was dat van mij. Zoals ze van hoeveel haalt. Tijd voor mijn affirmaties. Ik dacht, ik ga ze eens op camera doen. Misschien is dat minder raar dan de gewoon. Wellicht. En misschien is het ook wel leuk om ze gewoon te hebben. Even mezelf in een dekentje draaien, want ik heb ook het kou. Oké, affirmaties. Hey, je bent prachtig. Echt prachtig. Morgen ga je opstaan. Dan zie je meer slaap. En dat is eigenlijk precies genoeg. Meer heb je niet nodig. Je zal je opgewekt voelen. Je zal je enthousiast en energiek voelen. Morgen tijdens de yoga ga je gewoon al je spieren kunnen losgooien. Morgenochtend ga je creatief zijn. Zo, dat was het dan voor deze vlog. Klein beetje zweverig einde, maar dat is ook helemaal oké. Slaap wel. Ik ga niet uitblazen, maar eigenlijk heb ik het laatste tijd gewoon zuurstof onttrekken van mijn kaars.